Hallo lieve mensen, ik ben al even live, want dan kunnen we even mensen verzamelen. Dus ik ga praten, ik ga vertellen, zodra wij een aantal mensen online hebben, dan ga ik ondertussen een hele belangrijke video downloaden op YouTube. Zo. Ja, er zijn al 3 online. Ik wacht even totdat er meer online zijn en ik ben ondertussen bezig om het nieuwe filmpje online te gaan zetten. Even kijken hoor. Of ik hem kan wereldzeggen. Oh ja, de end time. Ja, dat hoorde jullie goed. Hebben jullie Signal al even gedownload? Dat is wel belangrijk. Ga ik zo meteen vertellen waarom. Maar ik moet eerst even. Zo. Nou, hebben jullie vragen? Jullie kunnen alvast wel even wat vragen of opmerkingen. Gebeurtenissen 20, 2, 1, 3 en eindtijd. Nu wees klaar voor die endgame. Hallo. Ja, gewoon even aan wachten. Dan kunnen er nog even wat meer mensen online komen. Ik heb Wim die wachtte dat er 20 online zijn. Ja, we zijn nu 13. Dat vind ik eigenlijk wel een goed ding. Dus, maar dan hebben mensen even tijd dat ze kunnen kijken van, hey, ja, ja. Nou, dankjewel. Ja, 5 kilo afgevallen. Goed, hè? Ja, we doen ons best. Dus, bijna klaar, hoor. Dan gaan we beginnen op 14. Ja. Wat gaat er nu gebeuren? De tijd klaar voor wereldvrede. Dat mogen we graag horen, hè? Tijd voor wereldvrede. En blackout en Armageddon. Wie van jullie heeft de film Equilibrium wel eens gezien? Ja, dat is een hoorzitting. Ik heb op mijn tijdlijn op Lumeria een filmpje gedeeld met een hoorzitting. Dat betekent dat men vragen gaat stellen wat er in die vaccin zit. Daar ging het om. Het is een soort parlementair verhoor. En in waar precies weet ik niet. Maar het was wel via de overheid. En daar ging het ook over de vaccins, dat daar zoveel middelen in zitten die chemisch gemaakt is en dat heel veel schade heeft en dat zeker de mensen in Afrika dat krijgen omdat die gewoon niet meetellen. En iedere mens telt mee, hè? Iedere mens is belangrijk. Check. Zo. Dat duurt even voordat het op YouTube is. Maar wij zijn nu hier. De energie is heel onstuimig. Ik vind het wel mooi om te zien dat ook de astrologen zeggen, jongens, wat gebeurt hier? Wat is hier aan de hand? Ik ga anders zitten, want dan zien jullie mijn engeltjes ook. Zo. Ja. We hebben wel wat engelenliefde nodig. Ik heb toch een aantal van jullie weten dat ik best wel dingen gepost heb in het verleden. Jullie willen niet weten hoe ik er nu bij zit. Oh, zal ik jullie laten zien? Heel lui. Oh, die mooie bloem heb ik gekregen van een hele lieve vrouw. Dus, dat is leuker, hè? Zit ze er helemaal lui bij. Het is echt, jongens, we staan op... Nee, oh... Heb je, Lippie, je kan niet lip lezen, maar kan je het niet horen? Dus, ja, jongens, er gaat zoveel aankomen, het internet gaat uitvallen. Daarom Signal even downloaden. Iemand zei ook van, mijn Signal is van Amazon en dat vertrouw ik ook niet. Nee, klopt. Maar Signal gaat via de satellieten. En het internet gaat niet via de satellieten. Dat is het verschil. Dus als je Signal hebt, de berichten-app Signal, dan kan jij, als je nog stroom hebt, en dat blijft wel, want dat is te veel onrust voor de mensen,
Als er, dan komen er echt rellen over de hele wereld. Want het is wereldwijd. Hè? Waar ik het over heb is wereldwijd. Het is niet alleen Nederland. Het is wereldwijd. Ja, de verbinding vast dat hij raar doet. Ja, dat komt omdat dit allemaal staat te gebeuren. Ja, als wij dus dit doormaken, nou, dan heb ik vrij. Want dan werkt mijn internetverbinding ook niet en mijn winkel is dus dicht. Ja, nou, dat is wat er aan de hand is, jongens. Het proces is al in werking. Daarom download Signal. Facebook gaat eraf, WhatsApp gaat eraf, YouTube gaat eraf. Ga downloaden van je social media's wat je nodig bent. En dit is wat er gaat. Starlink, ja, klopt. Starlink van Musk. Die gaat ervoor zorgen dat wij via Signal nog bereik hebben. Dus we zitten voor. Ja, dat is wat er nu gaat komen. Alleen dat gaat uitgespreid worden over een aantal jaren. Esther vraagt, gaat Gesara, Nesara in Europa? Ja, overal ter wereld. Er zijn een aantal grootmachten die niet meedoen. Maar er zijn ook, waaronder Nederland, dat is de reden van Nesara waarom het kabinet vandaag valt, niet de toeslagen. En dat is ook de doorslag waardoor ik nu wel met de billen bloot gaan en jullie gaan waarschuwen dat je het Signal moet. Even die lamp uit doen. Dat schittert wat minder in mijn brillengazen. Dus ik heb altijd mijn studio lamp heb ik aan als ik een YouTube filmpje maak. Dus Nou, dat zijn de tekenen. Dat zijn de tekenen. Ja, ik zie het niet aan deze kant, maar het signaal dat het kabinet zou vallen was wel, daar zat ik ook op te wachten, als ze wel gaan vallen, dan ga ik vanuit dat alles doorgaat. Als ze niet gaan vallen, nou, dan heb ik en heel veel anderen het bij het verkeerde eind, maar dit is zo ontzettend groot, jongens. Dit is zo groot, je kan het je niet voorstellen hoe groot. Hoe groot de aantallen mensen zijn die hiermee bezig zijn. Dit heeft niet alleen met Trump te maken. Dit heeft met gigantische dingen te maken. Overal ter wereld zijn al stroomstoringen. Hebben jullie de paus nog gezien? Men zegt dat hij overleden is. Dan zeg ik het heel lief. Heftige stroomstoringen. Nou, dat geeft eigenlijk aan dat daar in Italië echt wel wat aan de hand is. Gebeurt van alles hier, jongens. En dus die hacks zijn vanuit Italië, Vaticaan, mogelijk gemaakt. Alles komt naar buiten toe nu. Alles wordt waarheid. Alles komt aan het licht. En er gaan heel veel mensen gearresteerd worden. Er zijn al heel veel mensen gearresteerd. Soms in het geheim. En dan zijn ze vervangen door lookalikes. En dat zijn echte lookalikes, want het zijn gewoon klonen. Er komen patenten vrij van geneesmiddelen, geneesmethodes die ongekend zijn. ALS, MS, hersentumoren kunnen allemaal genezen worden. Kijk de film Elysium. Jaren terug keek ik naar een interview met een oud Secret Service man, CIA man. En die zei al, alles wat je in films ziet is in het echt al mogelijk. Ga maar eens naar wat er in Elysium gebeurt, jongens. Hologrammen gebruiken ze, Trump ook. Trump is niet in Washington. Trump is niet in het Witte Huis. Trump zit op een veilige locatie om dit allemaal te coördineren. Waarvoor Trump is een clown, dat is gewoon zo. Maar het is wel een man met een zakelijke visie. En dat is heel anders dan een politieke visie. Die mensen denken anders. Nee, ik heb echt super goed bereik hoor. Alleen, ja, ik heb alles staat goed. Alleen dat is dat ze ook mij monitoren dat het gewoon niet wil. Het is niet te
bevatten. Kijk mijn YouTube-filmpje zometeen. Ik zal nog eens kijken. Ik ga zo even uit en dan weer aan. Ja, dus ik ga er even uit en dan kom ik weer terug.